3, 2, 1, go! Tijdens het ATB Winterfestijn 2022 was de eindejaarsverloting en we staan hier bij de Co-op. Want bij de Co-op was ook een minuut gratis winkelen gewonnen door Evert van IJssel en zijn vrouw Jannie. En vanavond was het zover. En aanstaande schoondochter moet ik zeggen, Cindy, die mocht gaan rennen, hè? Ja, zeker, klopt. Ja, ja. Hoe vond je het? Heel leuk, maar het was wel heel snel voorbij. Ja, dat is echt. Dan is echt 60 seconden eigenlijk weinig, hè? Ja, is heel weinig. Ja, 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 zeker. Maar wel weer sportieve tijd opgedaan. Ja, dat ook. Ja. Dus Niels zal trots op je zijn, ja, waarschijnlijk. Ja, die zal zeker trots op me zijn, dat klopt. Ja, zeker. Heel goed, heel goed. Verrassend dat je de prijs hebt gewonnen? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ja, je weet dat het kan, hè? Ja. Want je hebt loten gekocht. Ja, maar ja, een ander was het ook gegund. Ja. Ja, maar dus. Ja, jullie is het ook gegund. Ja, natuurlijk. En vanavond hebben jullie de prijs in ontvangst mogen nemen. Een mooi, ja. Mooi bedrag bij elkaar, of niet? Ja, hartstikke leuk. Ja, ja, ze heeft goed gelopen. Ja, en ik zie ook eigenlijk wat uitzet, denk ik, voor haarzelf, of niet? Ja, maar dat heb ik gezegd tegen haar, dat mocht. Gelukkig, gelukkig. Ja, ik denk, dat was afgesproken. Ja, ik begreep dat je een huis hebt gekocht. Ja, dat klopt. Ja, ja, zeker. Dus, ook in Oldebroek, dus wie weet kom ik hier nog wel vaker. Ja. Dus het zou mooi wezen. Nou Hans, dat is toch helemaal mooi, hè? Ja, dat is een mooi bruggetje, denk ik, Marco. Ja. Dat is een heel mooi bruggetje. Ja, ja, ja. Ja, nee, we hebben inderdaad weer meegedaan met een minuut gratis winkelen. Een beetje traditie, denk ik, met het ATB, met de ATB-vereniging. Gewoon heel leuk om te doen. En het was inderdaad 60 seconden, maar ze zei van tevoren, ik kom in Oldebroek wonen. Dus ik denk, nou, dan doe ik er wat seconden bij. Ja. Een beetje klantenbinding, Ja, heel, dus, heel slim, heel slim. Dus, maar ze heeft het heel netjes gedaan. We hebben echt wel eens mindere scores gehad. Dus Cindy heeft het echt heel netjes gedaan. Goed en volgens mij ook echt wel producten waar je wat aan hebt. Ja, ja. Nee, ze heeft inderdaad heel bewust van tevoren een rondje gemaakt. En ze heeft inderdaad duidelijk producten meegenomen waar ze allemaal wat aan hebben. En dat ook iets voor de uitzet. Dus dat is natuurlijk het mooie van de Co-op in Oldebroek. We hebben gewoon een heel uitgebreid assortiment wat dat betreft. Dus je kan ook gewoon voor je normale dagelijkse boodschappen en voor je uitzet. Je kan eigenlijk voor alles kan je bij ons terecht. En dat maakt het ook zo leuk, denk ik, om de minuut gratis winkel hier weg te kunnen geven. Ja, ja. Nog veranderingen de komende tijd in de winkel? Nee, op korte termijn niet. Uiteraard gaat ook deze winkel een keer om naar de Plus supermarkt. Maar daar is verder nog geen datum van bekend. Nee. Maar dat gaat zeker gebeuren. Maar die datum is inderdaad nog niet helemaal bekend. Maar dat wordt uiteraard nog een grote verandering die we gaan meemaken. Ja. Ja. Maar we krijgen zo meteen een hele mooie metamorfose. We gaan van oranje naar groen. Maar tot die tijd zijn we echt nog heel blij met deze winkel. Die we pas in 2020 op deze manier hebben verbouwd. Dus daar willen we zeker nog een tijdje van genieten. Maar de grote verandering gaat inderdaad wel komen. Ja, nog binnenkort nog mooie acties bij de Co-op? Nou, we hebben natuurlijk elke week mooie acties bij de Co-op. We gaan binnenkort weer een nieuwe spaaractie starten. En we hebben natuurlijk onze advertentie in de krant waarbij we ook nog extra aanbod doen. Dus ja, we proberen wel wekelijks voor die consument uiteraard diverse acties te hebben. Waar iedereen, zeker in deze dure tijd, natuurlijk wel een stukje voordeel van kan pakken. Ja. Ja.
Klopt. Namens de ATB Winterfestijn en de ATB Vereniging, hartelijk dank. Dat graag gedaan. Je meegedaan en hopelijk kunnen we dat continueren de komende jaren. Gaan we zeker doen. Super, dankjewel. Ja. Familie van het IJssel ook gefeliciteerd en veel plezier met de producten. Ja, jullie ook. Dankjewel.